Iedereen heeft wel een mening over de maatschappij. Maar als we mee willen beslissen, moeten we ons ook laten horen. In De Stem Van vertellen betrokken jongeren hun verhaal. Want hoe doe je dat nou, verschil maken? In deze aflevering De Stem Van Julia. Als activist en journalist zorgt zij ervoor dat onderbelichte verhalen niet verloren gaan. Julia vecht voor kennis, erkenning en rechtvaardigheid. Ik denk het heel vaak. Ja, voor het laatst misschien. Ik denk het laatst tijd heel vaak als Sylvana wordt weggezet als een boze zwarte vrouw. Via activisme door bewustzijn te creëren, of dat nou met gastcolleges is of gewoon gesprekken voeren in mijn nabije omgeving. Of via maatschappelijk werk met jongeren. Ik denk dat je focussen op talentontwikkeling bij jongeren, dat zij daardoor hun eigen kracht gaan inzien. En misschien dan ook minder snel bijvoorbeeld de criminaliteit ingaan. En het is gewoon preventiemaatregel. En ik heb liever dat dan dat er meer blauw op straat wordt neergezet. Heel veel. En ik denk ook dat volwassenen misschien in het algemeen wel, en de politiek ook, best wel stereotyperend over jongeren denken van die weet het niet of die zijn lui, weet je wel. Dus wij doen het wel. Maar ik denk juist dat je die jongeren gewoon in de regie moet zetten. Alles in je persoonlijke leven is beïnvloed door politiek. Ook naar welke school je gaat, in welk huis je komt te wonen, of dat een fijne buurt is of niet. Ik ga sowieso bij de Provinciale Statenverkiezingen stemmen. Je moet gewoon altijd stemmen, want dat is jouw moment om ook maar een beetje invloed te hebben op de politiek. Dat is gewoon jouw democratische recht en daar moet je gebruik van maken. Daar hebben mensen jarenlang voor gestreden en ja, je moet gewoon jezelf representeren. Ik zou nog wel graag een goed gesprek met mijn opa willen voeren, Nicolaas Jouwe. Hij was onafhankelijkheidsstrijder voor West-Papua en hij heeft mij geïnspireerd om eigenlijk hetzelfde te doen en zijn strijd voor te zetten. En hij heeft ook de vlag van een onafhankelijk Papua heeft hij ontworpen, de Morgenster. Dat staat nu symbool in heel die strijd voor hoop en doorzettingsvermogen en veerkracht. Hij was een hele bijzondere man, dus ik zou nu wel eens aan hem willen vragen wat hij ervan vindt dat ik zijn strijd nu voortzet. Oh, ik ga stuk. Begin bij jezelf, begin je eigen geschiedenis te onderzoeken. En dan komt het ook ineens heel erg dichtbij. En dan besef je dat die keuzes invloed hebben op jou als persoon.